Het belang van deze wedstrijd kan niet onderschat worden. Het is natuurlijk een club Anderlecht. Of het nu in de grote categorieën is in de eerste ploeg of bij de belofte. Dat maakt niet zo heel veel verschil. Houdt zich in de problemen. Hier moet Michel snel terug zijn. Maar hier is ook Dani Perez. Vrij trap is al genomen. Ja, mooie actie. Mooie trap ook. Oh, wie was het? Was het Lindhout door? Bamba bijna in de problemen. Dit is een goede bal van Moussa voor Vermand. Perez is mee. Daniel Perez. Dit moet het dan zijn. En dat is het dan ook. Een hele mooie, snelle tegenaanval van de Club Brugge. Snel en precies. De drie mannen voorin die het toch doen, die elkaar heel mooi vinden. Uiteindelijk de assist voor Romeo Vermand. De controle van Perez is prima. En het goal maken, dat kan niet. Sardella komt net te laat en het is 1-0 na 20 minuten. Club Next mag zijn eerste corner van de wedstrijd trappen. Outdoor. En mooi op de slof genomen. Door Houten Kiet. Maar daar gaat Moussa en het ligt wel open. Moussa, Vermand. En dit had zomaar 2-0 kunnen zijn. Moet het uiteindelijk toch afleggen tegen Aitel Hatsch. En dan zijn we halfweg deze Club Next. Anderlecht 1-0 de voorsprong. De Hoeven. Ja, Vermand, mooi gedaan. Perez is voor de goal. Vermand nog altijd. Romeo Vermand legt terug. Sandra. En Perez. Nee. Club Brugge tot twee keer toe. Heel dicht bij de 2-0. Moussa, prachtig gedaan. Sabbe vrijgespeeld. Moussa uitgespeeld. Sabbe, daar is de voorzet. En het doelpunt, jawel. Binnengetikt door Vermand. En het staat zomaar 2-0. En het begon met die schitterende hak van Antonio Moussa. En dan moet je als spits op de goede plaats zijn. Kozeman zat er nog met een hand tegen, maar dat was niet voldoende. Kan Anderlecht iets forceren op een spelervatting? Het wordt Leoni. Indraaiende bal, daar komt Lammes. Bij de bezoekers. Dit is een goede voorzet. En Lammers zit er nog wel net bij. Voor hetzelfde geld was hij aan voor de moeite. Lindhout door. Tweede zone. Goed teruggebracht. En dan van dichtbij Silla. Bij Blomme. En dus nog een tegenaanval van Club. Vermand is mee. Perez is voorin en Sabbe is ook nog onderweg. Vermand gaat het zelf doen. Daar is het einde van de wedstrijd. Het is een glorieuze overwinning voor Club Next in de strijd om die top 4. Kloppen ze een van de leiders, Anderlecht, dat een absolute off-day kende.